Zo, daar zijn we weer. Vandaag ga ik een kleine unboxing doen van dit doosje. Zoals je ziet is hij mooi verpakt. En als het goed is, zit hierin de Motorola Moto G 16 gig. Laten we gelijk maar beginnen. Eens even kijken. Hop, netjes verpakt. Uit de UK. Laten we even kijken. Er zit een mooi doosje in. Allemaal piepschuim. Nou, hier nog een paar spulletjes. Even de zooi opruimen. Ja, er zit voor de rest nog een beetje piepschuim. Hier is het doosje. En dat was de unboxing dan, hè, denk ik dan. Nee, even kijken hoor. Het is niet echt een fors doosje. Het is echt een beetje klein. Het ziet, kijk eens. Klein doosje. Motorola. 16 gig staat erop. Nou, aan de achterkant staat er nog wat informatie. YouTube. Google Chrome. Ja, het is een Google toestel eigenlijk. Motorola heeft natuurlijk... is gekocht door Google. Nou, hier zie je dat hij van Tesco komt. Het is een Engels toestel. Daar kon ik de 16 gig krijgen, want ik had geen zin om de 8 gig te kopen. Dat vond ik een beetje zonde van mijn geld, als ik voor hetzelfde geld een 16 gig kan kopen. Dus, vandaar uit Engeland. Nou, hij zit nog dichtgeplakt, plakketje zit er omheen. Laten we maar gelijk beginnen met de unboxing. Ja? Het is een klein doosje. Er zit niet veel poespas aan. Nou, wat zit erin? Een Your Guide. Nou, zo heb ik dat gelezen. Een Moto G Let's Get Started. Ja, dat doe ik zelf wel. En dan heb ik hier nog een USB-kabel. Ja, USB-kabeltje. Bonnetje. Die had ik ook erbij gekregen. En dan zit de Moto G... Dit is hem dan. De Motorola Moto G. En let op. Er zit alleen maar een USB-kabeltje in. Geen lader. En wat zit er nog meer in? Even kijken. Een screen protector. Twee zelfs. Wauw. En hier. Hey, een backcase. Een paarse backcase. Nou, altijd leuk. Laten we dat maar even opzij gooien. Hoppakee. Zo. En ik kreeg er nog gratis nog een poetslapje bij en nog een cover voor de Moto G. Nou, laten we eens even aanswingelen. Even kijken wat erin zit. Hier mag je wel af. Nou, het ziet er wel uit als een mooi strak toestel. Moet ik eerlijk zeggen hoor, jongens. Hij ziet er netjes uit. Eens even kijken. Mooi, mooi scherm. En hij voelt ook licht aan. Laten we eens even over de knopjes gaan. Altijd moeilijk te laten zien. Dit is volgens mij aan- en uitknopje. Een volume rocker hier. Aan de andere kant zien wij niet zoveel. Het is gewoon een gladde kant. Daar zit niks. Aan de onderkant zien wij een USB-aansluiting. Ik zal hem even proberen te laten zien. Even kijken of we hem kunnen focussen. Daar zit hij. De USB-aansluiting. En eens even kijken, wat zit er nog meer? Hier zit dan een camera. Hier zit een proximity sensor volgens mij. Speaker grill. Hierboven hebben we een koptelefoonaansluiting. Jeetje, wat is het moeilijk met dit licht, zeg. Hier. Koptelefoonaansluiting. En een noise killing microfoon, volgens mij. Hier ook. En de camera. Ik weet niet zo 1, 2, 3 wat het is. Uit het hoofd. Zullen we maar even erbij halen. Het is een... Dat is een goeie, zeg.
Staat er niet eens bij. Volgens mij is het een 5 megapixel camera. Zo uit het hoofd hoor jongens. 5 megapixel achter en 1.3 voorin. Voorcamera. Nou, het is een 720 HD display. Hij heeft, als het goed is, een Qualcomm Snapdragon 400 erin. Geklokt op 1.2 MHz met 1 gig werkgeheugen. En het schermpje is best wel scherp. Want qua PPI's heeft hij er 329. Nou, we zullen hem even aanzwengelen. Motorola, Google Company, zegt hij dan erbij. Nou, zoals ik al zei, is dit toestel gelokt op Tesco. Dus voordat ik een uitgebreide review erover kan doen, moet ik hem eerst gaan unlocken. Dus daar ga ik nog eerst even een codetje voor regelen. Maar we kunnen er wel eventjes doorheen scrollen. Nou, screen staat een beetje zacht. We gaan het screentje van wat hoger zetten. Brightness. Even die auto eraf. Nou, qua scherm ziet hij er goed uit. Het is best wel mooi voor een 720 display. En jullie moeten nagaan. Dit 8 gig model koop je in Duitsland, de 8 gig, voor €175. Hè? De 16 gig is wat duurder. Hey, krijg nou wat. Er staat gewoon NL-KPN. Krijg de pokken. Nou, misschien hoef ik hem niet eens te unlocken. Even kijken. Ga ik hem eventjes even iets breiter zetten. Hop. Dit is het volle helderheid van het schermpje. Even kijken. Ja, internet gaat hij niet vinden natuurlijk. Ja, tot nu toe ziet dit er allemaal lekker uit. Het gaat lekker soepel. Ik heb dit toestel besteld omdat ik ook een beetje nieuwsgierig was naar dit model. Het is qua prijs is het echt heel aantrekkelijk. Ik hou van Chinese toestellen. En ik wou nou eens even zien wat een American made toestel. Hè? Deze Moto G. Voor dat prijs kon leveren. Oh ja, vergeet het te vermelden. Hier zit de speaker. Laten we eens even kijken of ik misschien iets kan laten zien. Gewoon even op internet zitten. Kijken of ik hem de wifi kan verbinden. Oh nee, niet de Bluetooth, de wifi natuurlijk. Dat wordt hem dan. Oh, de code mag jullie niet zien natuurlijk. Hup, 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 hup. En dan hebben we hier. Even kijken of je wil verbinden. Heb ik dat goed gedaan? Nou, je ziet, er komen allemaal sms'jes binnen van Tesco. Ja, volgens mij heb ik het wachtwoord verkeerd ingevuld. Even nog een keer forget. Hup, nog een keer. Hup, 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 hup. Connecto. Obtaining connected, jongens. Hij is connected. Nou, laten we eens even kijken of we YouTube kunnen aanswengelen hier. Even voor de test. Not now. Oh, schermpje is wel helder, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Het ziet er echt top uit, man. Even kijken, wat is dit? Oh. Dat komt mooi geluid uit, jongens. Ja, dat is ook leuk. Hup, eens even kijken of we iets anders tevoorschijn kunnen halen hier. Even kijken, wat voor leuks hebben we hier nog. Nou, laten we eens even kijken hier. Misschien even een klein stukje clip. Ik hoop niet dat ze het blokkeren. Ik ga maar een heel klein stukje. Nou, dit is ook goed. Nou, jongens. Hi, my name is Eric and we're here at Schiphol Airport. Horen jullie hoe hard het geluid is? It's almost Christmas. So the plan is for people to be Santa for a day. Zo. And give a present away. Nou, laat het muziekje maar zitten. Ik weet zo zeker, ik weet even voldoende. Deze Moto G16G, die gaat even goed getest worden door mij. Dat denk ik. Laten we eens even kijken wat die draait nu. Hup, about phone.
About phone, Android 4.3 staat er nu op, Moto G, beeldnummer, oké. Even kijken, wat hebben we nog meer? Backup, storage kunnen we even bekijken. Nou, 13 gig beschikbaar, ja. Downloads. En ik moet eerlijk zeggen, dit gaat allemaal lekker soepeltjes hoor. Ik vind het netjes voor een toestel wat ja, ongeveer 175 euro kost bij de Mediamarkt in Duitsland. Dus als jullie zitten te twijfelen over een Chinees toestel en dit toestel. Nou, ik weet zeker dat ik voor dit toestel zou kiezen. Hij weegt ook niet zwaar. Hij ligt lekker in de handen. Camera en zo, dat moet ik nog even testen. Maar wat ik nu voel is dit. Hij voelt heel erg goed aan hoor, jongens. Even kijken. Nou, dit heeft echt wat meer tijd nodig. Voordat ik hier een mooie review van kan maken. Ik hou het hierbij. Dit was mijn korte unboxing van de Motorola Moto G 16 gig. Binnenkort krijgen jullie de uitgebreide review van de Motorola Moto G. Daarvoor krijgen jullie natuurlijk weer een unboxing te zien. Waarschijnlijk van de Motorola Moto X 32 gig. En een uitgebreide review krijgen jullie ook nog van een van de Nexus 5 wit model in dit geval. De zwarte die gaat weg, dus bekijken jullie hem, zoeken jullie eens op, ergens. Tot de volgende keer, fijne feestdagen en de groeten.